Oké, wat we hier zien op het scherm, het is een spectrum. Je ziet hier de frequentiebanden, 31, 63, gaan ze maar door tot en met 8000. En dit zijn de middenfrequenties. En als we nu kijken naar de opgave van de opdracht van de BMO, basismilieuonderzoek. In dat voorbeeld daar wordt een spectrum gegeven en dit is dat spectrum. Je ziet hier dat in de 31 hertz band dat dan de energie 42,3 decibel is, 47,2 en ga zo maar door. Als je dat optelt, dan kom je uit op 66,6. Hoe ziet die formule eruit? Ik zal er even op klikken. Je ziet hem hier staan. Gaan we even omhoog. Kan niet echt inzoomen. Maar het is een 10-log. 10-maal log van een aantal termen. Namelijk voor elk van die octaven. 10 tot de macht. 42,3 gedeeld door 10. Jullie kennen ondertussen de formule wel. Plus 10 tot de macht 4,72. Namelijk 47,2 gedeeld door 10. Plus 10 tot de macht 5,1. Plus 10 tot de macht 5,39. En gaan ze maar door. En als je dat dan optelt, dan kom je precies uit op 66,6. Die waarde, die is gemeten met een geluidsmeter. En die geluidsmeter, die gebruikt een filter. Die gebruikt het A-filter, de A-weging. En de karakteristiek van de A-weging zie je hier. Ik zal hem even aangeven. Je ziet hier, ik zal hem even, we maken hem even geel. Oh, dat is wat minder. We maken hem even anders. We maken hem even hier rood. Dat is wel heel erg rood. Dus dat moeten we ook niet hebben. Dit is het. En we maken hem zo rood. Dan zie je dat de correctie van de A-weging in de 31 hertz band is 39 decibel. In de 63 hertz band is die 26. In de 125 hertz band is die 16. Min 8, min 3, 0, 1,2, 1 en min 1. Dit zijn gestandaardiseerde waardes. De karakteristiek van de A-weging is vastgelegd in een ISO-norm. En dat verandert niet. Dat zal nooit meer veranderen. Dat is een berekening, er is heel veel onderzoek in geweest. En wat is nou de functie van die A-weging? Dat is natuurlijk ook al lang behandeld in de klas, maar ik wil het wel eventjes vertellen nog. Dat is om de geluidsmeter een correctie mee te geven, zodat de geluidsmeter, dat het getal wat de geluidsmeter laat zien, in dit geval dus die 66,6, dat het overeenkomt met hoe de mens, het menselijk gehoor, hoe wij hinder ervaren. Kijk, die meter die ervaart geen hinder, en dat is gewoon een technisch apparaat. En die heeft geen voorkeur voor frequenties, maar dat heeft ons menselijk gehoor heeft dat wel. En om dus dat meer in lijn te brengen, dus om meer de meter zich te laten gedragen als waar het, zoals die het menselijk gehoor meet of representeert, dat hij een waarde meet die overeenkomt met hoe mensen het geluid ervaren, is dus die A-weging toegepast. En dat betekent dus, even terug naar ons voorbeeld, dat hier dus die waardes die we hier in het grijze balkje zien, deze hier, dat is dus een waarde die gemeten is na de weging. Want die weging zit dus in dat apparaat. Je kunt ook anders meten. Je kunt ook zeggen tegen het apparaat, doe geen weging. En dan heb je iets dat heet lineair. Dat is een ongewogen weging. En ik zal je laten zien hoe dat eruit ziet. Dat had ik hier namelijk al eventjes in het sheet staan. Je ziet hier de waarde 81,3, 73,2, 67. Een hele hoge waardes. Als ik nou op die 83 klik en ik zie waar dat opgebouwd is, dan zie je dus dat de correctie is van die 39. Die wordt ongedaan gemaakt, oftewel die A-weging wordt eruit gehaald. Als ik dat dan doe en ik tel het op, dan is de som 82,2 decibel. Dus als ik met dezelfde waarde, als ik met dezelfde geluidsmeter de straat op zou gaan en ik zou gaan meten,
en ik zou aangewogen 66,6 meten, dan zou ik ongewogen 82,2 wegen meten. Dat is het verschil. Nu als laatste, stel dat je niet 66,6 meet, maar je meet een andere waarde. Je meet bijvoorbeeld, ik zet hem even weg. Je meet bijvoorbeeld 65,6. Dat scheelt 1 decibel. Nou, in dat geval moet je al deze waarden met 1 decibel verlagen. Als je dat doet, dan heb je dezelfde verdeling. Dan heb je dezelfde spectrale verdeling, zoals dat heet. En dan kom je toch uit op die waarden die jullie gemeten hebben. Succes!